Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Kolonel Q. Assen, officieel bevelhebber Nationaal Leger. Ministerie van AWJ pleit voor bescherming privacy minderjarigen. Volksgezondheid wil gevallen van baarmoederhalskanker sterk terugdringen. En minister Amoksi bespreekt veiligheidssituatie Nieuwe Haven. Na ruim 6 maanden waargenomen te hebben, is kolonel Werner Q. Assen op donderdag 27 oktober geïnstalleerd tot bevelhebber van het Nationaal Leger. In de Mimrebuku-kazerne gaf president Chandrika Persaad Santokhi als opperbevelhebber aan dat de installatie komt op het juiste moment. Hij legde vooral ook de nadruk op de integriteit van de nieuwe legeraanvoerder. Zoals u dat allemaal vanaf het eerste uur hier meemaakt, zijn we allemaal hier om kolonel Werner Q. Assen te benoemen tot bevelhebber van het Nationaal Leger. Een functie die niet voor een ieder is weggelegd, omdat deze bijzondere verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Volgens de bestaande wetgeving moet de bevelhebber erop toezien dat de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Suriname gevrijwaard zijn van enige vorm van aantasting. En zoals in de wet Nationaal Leger van 1996 vermeld, dat de ondersteuning aan het bevoegd gezag ten alle tijde gewaarborgd is. Kolonel, u bent zojuist geïnstalleerd als bevelhebber van het Nationaal Leger. Hoe kunt u dit moment kort omschrijven? Dit moment is voor mij een heel belangrijk moment. Het is een heel zware verantwoordelijkheid. Ik weet welke dus organisatorisch waar het leger voor staat, voor welke uitdagingen we staan. Niet dat ik met gemengde gevoelens hier sta, maar ik weet dat het een heel zware job zal zijn voor mij om samen met het team waar ik leiding aan geef, om het leger naar een hoger niveau te brengen. Welke doelen heeft u zichzelf gesteld als bevelhebber? Vanuit het beleidsplan Defensie is er een afgeleide plan in de maak vanuit het leger. En er zijn 4 prioriteiten. Er zijn meer prioriteiten vanuit het defensiebeleidsplan, maar de noodzakelijke waar wij gelijk aan gaan moeten werken is 1. Het investeren in het personeel en het upgraden van het leiderschap. Verder hebben we ook nog dat we de operationele paraatheid gaan opkrikken en ook nog naar buiten. De president heeft ons gezegd dat de eerste uitdaging zal zijn dat we het Caribisch gebied mede veilig gaan moeten maken. En dat is ook een van de eerste uitdagingen waar wij voor staan en waar wij gaan werken vanuit het beleidsplan Defensie. Dus er zijn een aantal die ik niet uit het hoofd nu kan opzommen voor u. En waar moet het Nationaal Leger uiteindelijk naartoe? Wel, om te transformeren naar een organisatie die in elk geval alle soorten ontwikkelingen kan bijbenen. En dat kan je pas doen wanneer je hebt geïnvesteerd in je personeel en je leiderschap.
Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken doet een beroep op mediawerkers om het recht op privacy van kinderen niet te schenden. Het departement verwijst in dit geval naar een interview met een scholier die onlangs slachtoffer is geworden van pesten en geweld door medescholieren. Het desbetreffende vraaggesprek was op social media te volgen. Het kinderrechtenverdrag stelt dat elk kind recht heeft op privacy. Dezelfde conventie zegt dat geen enkel kind mag worden onderworpen aan willekeurige of onrechtmatige inmenging in zijn of haar privéleven. Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken adviseert daarom geen minderjarigen als slachtoffer, verdachte of als dader in de publiciteit te brengen. Het kind wordt hiermee geschaad. Het ministerie keurt het ook af dat privacygevoelige informatie van kinderen wordt verspreid. Het mediahuis in kwestie wordt opgeroepen om terstond het betreffende interview te verwijderen van het internet om te voorkomen dat er verdere schade wordt berokkend aan het privéleven van de scholier en diens familie. Op mediawerkers, mediahuizen en de Surinaamse Vereniging van Journalisten wordt er een beroep gedaan om de privacy van kinderen te blijven waarborgen. Het ministerie van Volksgezondheid heeft recentelijk het Nationaal Strategisch Plan 2021-2030 ter preventie en controle van baarmoederhalskanker gepresenteerd. Dit document omvat de plannen en werkwijze hoe de overheid samen met betrokken actoren het aantal gevallen van deze ziekte kan terugdringen. Het streven is volgens minister Amar Ramadien om in 2030 60% minder gevallen te hebben. U hoort de bewindsman. Het ministerie van Volksgezondheid heeft recentelijk een plan, het Nationaal Strategisch Plan voor de preventie en controle van baarmoederhalskanker 2021 tot 2030 gepubliceerd. Dit plan heeft omvat de doelen, de plannen en de werkwijze hoe wij als overheid, als Surinaamse overheid, als ministerie van Volksgezondheid, samen met alle actoren die betrokken zijn bij het opsporen, diagnosticeren, screenen en behandelen van baarmoederhalskanker kunnen komen tot een strategie, tot het behalen van een reductie, dus het verlagen van het aantal baarmoederhalskankergevallen met 60% uitgaande van wat we nu hebben in 2021. En we willen in ieder geval in 2030 als doel hebben dat wij 60% van dat we een 60% verlaging krijgen van het aantal gevallen. Baarmoederhalskanker is een groot gezondheidsprobleem voor vrouwen in de hele wereld. In 2020 alleen zijn 300.000 vrouwen overleden als gevolg van deze aandoening. En 90% van deze vrouwen leven in lage en middelinkomens landen. Het is een major public health problem, dus een groot public health probleem,
waarbij het niet alleen de gezondheid van vrouwen, maar ook van hun kinderen, familie en de gemeenschap beïnvloedt. In Suriname hebben we baarmoederhalskanker als de tweede meest voorkomende kankersoort bij vrouwen. En zorgt uiteraard voor ongeveer, wat we zien in Suriname, ongeveer 60 tot 70 nieuwe gevallen van baarmoederhalskanker jaarlijks. Waarbij 80% van deze vrouwen die zich aanmelden, dus van deze 60 tot 70, in vergevorderde fases worden geïdentificeerd. En ongeveer van deze 60 tot 70 overlijden tussen de 25 en 35. Dus pakweg 50% van deze vrouwen komen ook te overlijden. In Suriname krijgen wij dus, als we kijken naar de cijfers in de wereld, komen ongeveer op 100.000 vrouwen, dus op 23,7 vrouwen, welke baarmoederhalskanker oplopen. En uiteraard willen wij dat verlagen naar 8,8 vrouwen, dus ongeveer 9 vrouwen per 100.000 vrouwen. Als we kijken naar het plan, dit is samengesteld samen met de PAHO en andere actoren. En de actoren die zijn, hebben gewerkt aan dit plan, dat zijn een hele lijst vanaf BOG, PAHO, UNICEF, de RGD, de medische zending, het multidisciplinair overleg van AZP, de vakgroep gynaecologie, het PA-lab, het Slans Hospitaal, COFAP, Stichting Lobby, de Surinaamse Kankerpatiëntenvereniging, Stichting voor Kankerdiagnostiek en Preventie, de media insurance, de verzekeringsbranche, de media ook, en uiteraard de Surinaamse Kankerpatiëntenvereniging. Dit zijn stakeholders die zijn geconsulteerd en er is dus een plan uitgezet. Het plan richt zich op 4 strategische lijnen. 4 strategische lijnen van actie en ook objectives, dus strategische doelen die we willen behalen. Namelijk 1, het versterken van de leadership, van leiderschap in het programmeren en de programma's van baarmoederhalskanker. Het versterken van de primaire preventie via informatie, educatie en ook het vaccineren tegen het humaan papilloomvirus. Het humaan papilloomvirus is een van de meest voorkomende factoren, althans virussen die aantoonbaar en wetenschappelijk aangetoond hebben dat er een link bestaat tussen infectie en het oplopen van baarmoederhals, of het ontwikkelen van baarmoederhalskanker. En met middels vaccinatie van jonge meisjes kunnen we al heel veel van de aantallen voorkomen. Derde is dat er een verbetering moet komen van het screenen van baarmoederhalskanker en dat er ook het verbeteren van vroegtijdige behandeling door innovatieve strategieën. En we willen ook hebben als laatste strategische doel dat wij de toegang tot behandeling, diagnostiek, rehabilitatie en behandeling verbeteren. En dat is vastgesteld in het plan. En we hebben dus, we zijn er bewust van dat Suriname dringend actie moet ondernemen om baarmoederhalskanker onder controle te krijgen. En in ieder geval dat wij ieder bedanken voor hun bijdrage aan dit plan. En dat wij met z'n allen onze schouders onder het werk zetten om onze belangrijkste doel, dat is het reduceren van de incidentie van baarmoederhalskankers met minstens 60% van nu af tot 2030. Dat wij dat met z'n allen ook gaan behalen. En ik heb er alle geloof in, met de inzet van het ministerie, van de regering, dat wij ook dit doel succesvol zullen behalen. En uiteraard is niet minimaal 60% reductie, dus we kunnen ook altijd naar meer streven.
De recente drugsvangsten hebben de aandacht van het ministerie van Justitie en Politie. Tegen deze achtergrond heeft minister Kenneth Amoxie op dinsdag 25 oktober 2022 met betrokken diensten van gedachten gewisseld over de controle en veiligheid op de nieuwe haven. De bewindsman is van mening dat betere communicatie tussen de verschillende diensten moet leiden tot een veiligere haven. Bij deze meeting waren onder meer aanwezig waarnemend procureur-generaal Garcia Parag Singh, waarnemend politiecorpschef Ruben Kensen en de directeur van de NV Havenbeheer Andreas Talea. Ismael Kalaikan, directeur der belastingen, zei dat er thans personeel getraind wordt in het bedienen van een palletscanner. Ook zal er gebruik worden gemaakt van een containerscanner. Sharda Girwar gaf als waarnemend hoofd van de douane aan dat er 20 douaneambtenaren opgeleid worden om de beelden die de scanners vastleggen te kunnen analyseren. Volgens presidentieel adviseur Humphrey Chelipshi is het uiteindelijke doel dat er 100% controle plaatsvindt. De directeur operaties bij het KPS, commissaris van politie Brian Isaacs, stelde voor dat de politie ook getraind wordt in het analyseren van beelden. Een aanbeveling van minister Amoxie was dat er protocollen samengesteld worden voor het uitwisselen van data tussen de diensten die werkzaam zijn op de havens. Dit zodat het gemeenschappelijke doel, namelijk veiligheid, gerealiseerd wordt. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.